Nou, kennen ze hoe alles wijs maken, dat weet je, hè? Ja. Hé, ja? Toch? Hé. Toch tegenover dat busje. Dat bos, hè? Ja? Geet toch, Yvonne Daniels? Wat? Maakt die een boswandeling, denk ik. Wauw, die maakt een boswandeling. Dat drinkt je alleen maar. Ja? Oh, die bestellen ze in mijn dozen met de carnaval. Dat zeg ik. Echt hoor. Hé, het is zelfs zo erg, hè? Ja? Dat die gelooft dat kabouters bestaan. Bestond die dan niet? Bestond die dan niet? Dan weet je toch dat die niet bestond. Heb jij die ooit gezien? Zelf gezien? Toch, in sterkste op die lantaarnpalen met de kerk. Oh. Kerstjes. Daar hangen die. Ja. Nee. Zeg maar, dat moet ik toch eens wel vragen, hè? Want ik zag jou een tijdje geleden. Ja? Je stond er al bij de pastorie in een container te geraaien. Oh, daar heb ik een schilderij uitgehaald. Nee, dat heb ik uit een erfenis gekregen. Ja, dat zou ik goed zeggen. Ik merk toch echt dat ik jou gezien heb. Ja, dat klopt. Oh, zie je wel? Maar ik heb er wel een goede paraplu uitgehaald. Oh, maar dan heb ik dat toch goed gezien, dat jij daar stond te kraaien. Maar zal ik toch niet laten liggen? Ja, jij kent alles gebruiken, jij? Nee, maar dat schilderij van jou, dat komt hier nergens in deur. Hey, nou wist jij trouwens, hè, dat een tijdje geleden hier een bisschop geweest is? Wat kwam hij dan doen? Wat kwam de bisschop doen? Een misopdraging? Huh? Ja. Hé, en die kwam meteen tellen, hè? Ja? Hoeveel mensen er in de mis bij woonden? Ja, waarom? Hebben ze jou niet gebeld dan? Nee, hebben ze niks gevraagd. Ja, maar ze hebben er toch verschillende gebeld? Ja, maar ik had ook geen tijd, hè? Waar geen tijd? Ga je geen tijd? Nee, want ik ben aan het leren. Hij is weer aan het leren? Ja. Wat ben jij veel aan het leren? Nou, ja? Ik wil dit jaar meedoen voor de slimste mens. De slimste mens? Ja, jij? Ja. Iemand hier uit Sterksel, hè? Ja. Die is meegedaan aan de slimste mens, ja. En die is daar van de dag geworden. De slimste van de dag? Ja, en ik ja? Probeer het voor een week, van de week te worden. De slimste van de week? Nou, maar dan moet jij nog veel leren. Ja. Dat gaat jou echt niet lukken. Nee. Zeg, ja? Heb jij gehuurd? Het is op zijn schoot, hè? Ja? 205 vogelhuisjes gemaakt hebben. Oh. Tegen de provisierups. Provisierups. Ja. Processierups bedoelde jij? Dat hadden ze toch ook wel in de Beukelaan voor in de Beukelaan kunnen maken, hè? Ja, maar wij hebben nou de Beukelaan met processierups te maken. Daar heeft er toch niks mee te maken? Ja, net dat die rups alleen maar op zijn schoot zijn. Die zit er heel sterk zo. Ja, dat is waar, ja. Ja, ik snap eigenlijk ook niet waarom hebben die niet alle sterkste naden bij betrokken. Huh? Ik bedoel, dat doen ze ineens wel, hè? Ineens? Ja, dat betrekt iedereen erbij. Ja, maar er was afgelopen jaar een paar keer zo'n roadshow, hè? Wat is dat voor show? Ja, dat is gewoon de inwoners erbij betrekken, hè? Gewoon een nieuw centrumplan of... Ja, gewoon goede ideeën, hè? Ja. Maar dat kunnen ze in Sterksel ook wel, hè? Hier in Sterksel hebben ze ook ideeën zat. Ja, dat is... Maar wij worden weer buiten gesloten, hè? Ja, maar dat is niet de eerste keer, hè? En niet de laatste, denk nee, ik. Nee, dat weet ik wel zeker van niet, zeg. Oh, shit. Nee. God, maar ik... Nee, dat schilder... Dat schilder... Ik zie hier nog geen mens. Ja. Volgens mij zijn ze mij echt voor de gekke touwen aan, hè? Ik snap er niks van. Had jij dat nou pas dicht? Ik wist al dat hij helemaal niet kwam. Ik wil daar eens aan die deur vullen, hè? Als die dicht is. Ja, ik weet je. Ik kan de rust doen. Maar ik wist niet dat ze hier zo'n schone kunst hadden, zeg, hè? Oh... Ja, maar lijkt er hier die iets op? Dat van mij? Nee, dat lijkt... Ja, als dat van mij zuiver gemaakt is. Nee. Ja, dan kunnen we die kleuren weer verkleven. Ik denk dat er dan niks meer op zit. Dat denk ik. Er is echt niks. Nou, maar dan moet ik jou toch nog eens van vragen, hè? Ja. Want nou heb ik gehoord... Ja. Dat ze op de Heeselweg met een gouden envelop stonden. Ja. Bij wie dan? Bij die van Tiemessen? Of bij die van Peek? Daar heb ik niks van gehoord. Oh, maar dan hebben die snijvers, dan weet ik wel wat dat is. Wat dan? Ja, want in het begin van het jaar, hè? Ja? Toen zijn ze wel op de Heeselweg geweest met de gouden envelop. Ja. Hey, Pietertje was genomineerd voor Sportman van het jaar. Pietertje? Ja, Pietertje Beekveld? Ja. En is je het geworden? Nee.
Schilling. Nou, ik weet wel. Hij wordt papa. Schilling. Moet ik nou wel gewonnen, hè? Moet hem nou op kraan zitten. Ja. Nou, maar ik heb toch liever dat ik een stapje aan de deur komt met een gouden envelop. Ja, dat snap ik. Ja. En hoef jij niet meer in die containers staan te kraaien? Ja, God, God, hè? Ja, dat laat ik toch niet liggen. Ik kan er niks aan doen. Ja, maar... Ja. Maakt ook niet uit. Als ik maar niet hoef. Hè? Hé, die ken ik niet, die mensen. Nee. Jij wel? Dag. Oh, dat zijn er van de Kloostervelden, denk ik. Ja. Maar dat lukt. Dat wordt toch veel volk, hè? Ja? Nog meer als een sterren onderhand. Ja. Ja, echt? Ja. Hé, maar ja. Toch heeft Peer de Lauw. Heeft hij nou zo'n grote spiegel op zijn fiets? Peer de Lauw? Ja. Heeft hij last van een stijve nek? Nee, die ziet zijn eigen geer, want dat weet ik. Ja, maar ik... Ik hoef echt niet zo'n spiegel op met een fiets, hoor. Hier snap ik wel. Hé, hey, maar ik weet wel waar die geweest is trouwens, hè? Ja? Ja, dus ben... Hij zakt af. Ja, hij zakt af. Het is aan de rommel. Het is ook ieder jaar hetzelfde. En ze er toch eens wat geld in douwen, hè? Van de carnavalvereniging, hondetje. Hé, maar we wilden nou ook weer tegen jou zeggen. Nou, ja, je wist wat die geweest was misschien nog wel. Oh ja, dat is waar. Nee, maar de weekblaadjes, die moet ik even wat ophalen bij de spaar. Die worden niet meer rondgebracht, hè? Nee. En trouwens in de kern ook niet meer, hè? Ook al niet meer? Nee. Mm-hmm. Weet u dat kunt? Nee. Die hebben service, die is gestopt. Hé? Ja. Ja, die is assistentbeheerder geworden van het dorpshuis. Dat moet ik tegen niemand zeggen, hè? Ik niet. Nee, maar dat is echt. Zeg, ik was nog naar de vlooienmarkt geweest, hè? Ja? En ik had toch leuke dingen gekocht, hè? Op de vlooienmarkt? Ja. Leuk. Zal ik het eens laten zien? Ja, nou. Heb jij er nog in de tas zitten dan? Ja, ik ben het leren. Ik heb toch geen tijd tassen op te ruimen. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat jij weer gekocht hebt. Nou, even. Ja, dat is mijn schiet. Want ik heb het toevallig, ben ik net boodschappen wist halen en er zat dan nog in mijn tas. Wacht even, hé. Dat mag maar wel. Hey, voor de koude dagen. Dat kan jij toch niet op mijn kop zetten, wel? Nee, aan mijn tenen. Jullie nee. Nou, dat niet, dat zijn dat vind jij natuurlijk ook van niks, want van mij af. Maar je mag. Kijk. Ja. Kijk eens. En de microfoon? Ja. Waar had jij die van nodig? Ja, als ik op zangles ga. Jij? Wat jij op zangles dan? Ja, je snapt er niks van. Wat jij met de voice mee doen? Ja, wie weet. Ja, nee, dat gaat er maar niet aan beginnen. Nee, voorlopig nog niet, nee. Voorlopig nog niet. En hier ben ik trots op, hè. Wat? Ik? Ja. Een Maria Beeltje op Lourdes? Ja. Hey, daar zit hoef ik er niet in. Daar zitten twee water nog in. Hé. Hey. Ja. Oh, maar even, hè. Hé. Nee, ik ruik alleen maar. Hé. Hey, ruik nou. Ik proef gewoon. Hé. Hey. God weet wat er dadelijk gebeurt. Een wonder. Nou, dat wil ik nou net niet zeggen, maar... Nou, ik kan toch... Oh, en heb ik nog iets? Nog iets? Ja, kijk. Wat, in een bril? Ja. Ja, maar jij komt in een bril op de vlooien. Heb ik niet gekocht, die heb ik gevonden. Die lag er ergens onder zo'n kraampje. Ik denk, dat is de mijne. Hé, hey, maar dan weet ik van wie die is. Van wie dan? Nou, ik heb gehoord dat Piet Schepers, hè, die waren een bril kwijt. Hé? Hey? Ja. Oh, daar is die van. Weet je dat zeker? Ja, want het is een grote kop. Ja, ik denk het wel. Hé, maar dan ga je toch van de wegen zinnen naar Piet, hè? Ja. En als die van hem is, ja? Ik ben zo eerlijk, dan krijgt hij van mij terug. Maar, dan ben ik wel benieuwd of ik vinders gewoon krijg, ja, hè? Ja, ik ook. Dat is een dure bril. Ik ook. Nou. Maar dat kan ik me niet echt voorstellen. Nee. Hé, hey, maar nou nog eens iets, hè? Ja. Waar jij op de kerstmarkt geweest dit jaar? Nee. Ik ben boos. Eerlijk hoor? Ja. Ik heb jou nog nooit boos gezien. Nee, maar nou ben ik... Ja, ik was toen boos. Ja? Nou niet. En? Zaterdagavond, hè? Ja. Voor de kerstmarkt, hè? Belden ze mij op. Heb ik jullie nog wel hout voor de vuurkorven? Ja, dat had ik al die zat natuurlijk. Ja, wij zeggen van, ja, kom maar halen, hè. Die van ons, die zetten de kruiwagen klaar. Kunt geen man op daar. Kreeg van mij niks meer. Ja, dat geloof ik. Nee. Maar kwamen ze dat niet ophalen? Nee, dat lijkt toch niet. Maar dan snap ik niet dat ze bij jullie komen voor de hout, want van de varen zijn er toch zat die hout hebben, niet? Ja, dat dacht ik ook al mee. Ja, dan komen ze bij jullie weer schooien. Ja. Ik heb de hele tijd zitten wachten. Ja, dat snap ik ook niet. Ik heb geen mensen van thuis. Nee. Zeg, maar nou zag ik net, hè? Ja? Waarom heb jij eigenlijk regenlaars aan?
Nou, dat zal ik eens vertellen. Ik las in de krant, ja, dat Sterks nog eens wegzakt in de stront. O ja, ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, maar weet hoe dat kunt? Ja. Ja, die, met die mestvergissingsinstallaties te maken. Tjie, wat moeilijk woord. Ja, daar hebben we mee te maken, ja. Mm-hmm. Ja. En dan te weten, hè? Ja. Sterksel is gebouwd als tuindorp, hè? Mm. Maar ik denk dat wij hier nou eens wegzakken in de stront. Ja, en daarom heb ik mijn laarzen aan, hè? Doe jij er ook maar eens aan. Die is gewoon lichtjes uit. Regenlaarzen aan, hè? Ja, dan moet ik die nog een kopen, want die heb ik geen, hè? Mm. Ja, het is toch te gek. Mm. Wij kregen stank voor dank, hè? Ja. Mm-hmm. Zeg maar, ik zag nou hier jouw kleren, maar... Ja. Is weer niet goed? Ja, het is weer een allegaartje, niet? Nou, ik vind dat hartstikke mooi. Dat heb ik gemaakt op de naailes. Jij? Ja. Zit jij op de naailes? Ja. Jij zit op de naailes. Kijk dan. Zelf gemaakt. Bijpassende blouse. Nou. Zo'n vestje erbij. Ja, zeg dat wel. Maar ik doe mijn sjaal af, want het wordt heet. Ja, dat geloof ik. Maar ik zie toch geen mens, hè? Nee, ja, dat kunt geen man, dat kunt niemand. Hé, maar toch, nou dat jij daar over de naailes zat, hè? Ja. Wist ik eigenlijk een paar mannen van Sterksel, hè? Ja. Die zitten ook bij de naailes. Oh, maar bij ons niet. Bij jullie niet? Nee, want er zitten geen mannen op de naailes. Oh, nee, ja, nou, ik heb dat toch gehoord. Eén van de ossenbreiders. Van de ossenbreiders? Wie dan? Ja, volgens mij Lucas van Laarhoven en... hoe heet die andere nou toch ook weer? Ja, je weet dat toch? Zeg het dan. Oh, Daniels. Jeroen Daniels. Die? Ja, weet je, die doen er alles aan, hè, om van huis te zijn. Dat is echt hoor. Die zijn nooit thuis. Echt niet. Maar zouden die ook kleren maken voor een vrouw? Want dat zie je die van ons nog niet doen. Nou, dat zou eigenlijk zover nog niet zijn. Kun jij nog eens aardig tegen mij zijn? Je bent de hele tijd aan het katten. Ja, nou, ik moet even een appje. Is dat dankje ik weer? Moet even een appje, want ik kreeg van iemand een appje en dan moet ik even kijken of ik de oude had. Zit jij op de mama-app? Wel, op de mama-app. Ik zit helemaal niet op de mama-app. Ja, want hier in Sterksel hebben ze een papa en de mama-app. Echt hoor? Ja. Nee, daar zit ik echt niet op, hoor. Nee. Nee. Maar misschien, hè, ja? Een opa en oma app te maken. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee? Nee, maar al die vergrijzingen hier, man, heb ik heel sterk zijn aan mijn telefoon hangen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Maar, ja? Wat bedoelen ze eigenlijk met, wat doen die eigenlijk met zo'n papa en mama app? Wat doen die dan? Ja, dat zal ik jou nou eens vertellen. Weet je wat die doen? Ja? Ik heb nog niks gehad. Nou, dat is, hè? Ja. Dan kennen die papa's elkaar een appje sturen van, hey, luister eens, we gaan vanavond bij de schepen pilsje drinken, gaan jullie mee? Hey, dat zo? Ja, en die vrouwen, hè, ja? Die zeggen dan, hallo, wie gaat er vanavond mee borrelen? Of we gaan een weekendje weg. Een weekendje weg? Ja, eerlijk waar. Het is gewoon te gek, hè. Ja. Nou ja. Maar wat is dat dan? Ja, wat dus... En dan had jij het over de scheep, hè? Ja. Ik ging naar de scheep. Ik denk, ik ga wat drinken. Ik kom binnen, normaal loop de richting die bar aan. Ja. Ik zag niks, dus ik ging naar huis. Ja, doos. Die hebben ze verplaatst, die bar. Die stippelt helemaal zo aan de kant. Ja, maar weet hoe dat kunt? Omdat er altijd zo druk is. En dan heb je die bar verplaatst zo tegen die achterwand van de cafetaria. Mm. Nou, daar zou me nou eens niks verbazen als over een jaar die bar in de frietent staat. Hé? Echt hoor. Ja, daar zou ik helemaal niks van verschieten. Echt niet? Nee. Ja? Maar toen die papa's er waren bij de scheep, hè? Ja. Zag ik ook dat Edwin Broekman daar was. Is Edje Broekman papa? Ja, dat weet ik toch niet. Oh, echt hoor? Dat wist ik helemaal niet. Dat moet ik niet zeggen. Oh, ik zag hem daar net wel zitten met twee vrouwen. Ja, echt hoor? Serieus? Ja, volgens mij zit hij in de zaal. Maar zou die... Ik heb er toch ook niks van gehoord dat die papa is, hè? Nee. Ja, maar weet het, dat is eigenlijk ook allemaal niks, die papa en mama app, hè? Die moeten samen iets doen. Er komt alleen maar vervelendheid van als die vrouwen en die mannen allemaal apart op stap. Ja, dat is niks weer. Nee, dat niks is helemaal weer. Niks weer, nee. Hé, maar nou heb ik nog iets, hè, want ik denk... Oké, het wel waar. Ja, nou, ik... Ben benieuwd. Een lekkere bonbon. Oh, lekker. Sterksel is een verleiding. Oh, dan geeft er mij nog wel weer. Nou, rustig maar, hè. Waar heb jij die vandaan? Bij de Spar. Bij de Spar? Ja. Mag ik 2 pakken?
Waarom vat jij nou de grootste? Ja, welke had jij gevat dan? Ja, ik had een kleine gevat. Ja, dan is dat goed. Goed. Ja, ja. Nou, hier heb ik terug. Dat stond in het nieuws. Had jij dat niet gehoord? Nee. Of gelezen? Dat was op Heze 24. Hé, hey, en ik kon de graad spruien. Nou, dat had ik tegen mij ook wel eens kunnen zeggen, hè? Tegen jou? Ja. Waarom zeg je dat nou niet? Ik vind dat lekker. Dan was ja, dat weet ik. Maar dat weet ik. Maar dan kan ik er wel een pond op. Nee, dat ga ik niet zeggen. Een pond? Ja. Zeker. Nee, dat kan ik niet meer in mijn goede kleer. In goede kleer? Jongen, jongen toch. Ja, ik weet wel, hè, dat ja? Bart gek is op chocola, hè. Maar hij is zeker zo gek op vrouwen, hè. Ja? Ja. Oh. Maar ik nou, ik heb er daar nog geen bruiloft van gehad te hebben. Ja, maar hij moet eerst maar eens in Sterksel komen wonen, hè. Ja, dat is wel. Want in Sterksel, hè, ja? Er zijn nog genoeg vrijgezelle dames. Ja, wie dan? Nou, Agnes Bussel. Oh. En een buurvrouw. Ja, en op de Stoort Thijsselaan zitten ook nog een paar vrijgezellen. Oh. Hij is hier voor het uitzieken, toch? Ja, dan wel. Ja. En wat die bruiloft betreft, ja, hè? Ja. Eén van die hofdames, maar die is wel getrouwd. Ja? Die bakt lekkere bruidstaart. Hoe weet jij dat nou weer? Ja, heel Holland bakt. Is die toch bij geweest? Ja, ik zag ze in een schim zo gauw. Nou, dan kwam ze mij weer bekend vuur. Nou, ik weet wel, hè? Ja. Die één, die is niet getrouwd. Die anderhalf dame niet? Nee, die is niet getrouwd, nee. Nou, ja. Nee. Maar ja, wie weet, hè? Wie ja, weet, ja, hè? Hé, hey, maar nou nog eens iets. Hey, we hebben weer vakantie. Ik heb veel nieuws. Ja, wij gaan op vakantie. Hé? Hey, ja, we hebben al een deel van Europa gehad en nou, ja, nou gaan we naar Thailand. Nee, in Taiwan? Nee. Thailand. Thailand. Ja. Ah. Maar ben jij trouwens ooit bij het IJzeren Gordijn geweest? Nee, ik ben nog nooit in Berlijn geweest. Nee, daar niet. Wat dan? Daar in de Brakenweg. Hebben ze daar een IJzeren Gordijn? Ja, eerder in Jan Reiling, hè? Ja? Daar heb je pulkens in de beton gestort. IJzerbollen. Ja. Ja, hij wou helemaal niet dat hij wegverhard werd. Daar was nee, je op tegen. Nee, dat wou hij helemaal niet hebben, nee. Mm-hmm. Ja, maar die andere mensen die eraan wonen, wonen daar ook niet, hè? Maar... Nee. Die is toch gedeeltelijk verhard, hè? Ja, maar dat snap ik ook weer niet, want in het verleden is dat... Ja, dat is al lang geleden, met Wilma van der Rijk, hè? Ja. Nou, wethouder. Ja. Hey, is dat besproken, hè? Dat ja, dat in overleg zou gebeuren? Niet gebeurd. Niet gebeurd? Nee, niet gebeurd. Nou, ben je er even uitgepraat? Ja, ben je er even uitgepraat? Ja, ik kan je even in die deur voelen. Ja, ik kan niet rustig voelen. Kan je even in die deur voelen? Dat kan. Die komen niet. Die hebben jou voor de gek. Nou ja, die gelooft iedereen, hè? Die kan het toch ook voor de gek houden als je wilt? Godsamme. Hé. Hey. Hé, hey, op slot, hè? Hé, hey, kijk hier. Ja? Ja, dat wist ik wel. Hé, hey, hier, landleven. Landleven? Landleven. Dat ligt hier zomaar tussen. Dat past ik ook hier bij Peter van de Braken Centrum, hè? Nee. Hé, hey, zit ik daar hier? Wie daar wenst, hè? Hé, wie is dat? Die ken je van Sterksel. Ja, van Zijnsgoed. Oh, dat zijn we. Ja. Hé, hey, ja, kijk hier, wie, die kijk toch aan? Nee, maar dat stuk te berg is. Ja, dus. Hé, hey. Johan en Helga? Ja. En wat een grond en die hebben zitten hier. Mosje, en ezels en koeien en. Nou, even. En hout zat, hè? En hout zat, en dan komen ze bij jullie hout vragen. Godverdomme. Maar ja, nee, die hebben wel een hectare of drie grond, niet? Ik weet er niks van, ik weet niet hoeveel is een hectare. Ja, veel. En dan drie keer? Ja, volgens mij wel. Oh, hé. Hé, maar dan heb ik eigenlijk nog een nieuwtje, hè. Dat weet nog niet veel. Dat nee, weet niet. Nee, weet. Ik zag dat die gronden langs de burgemeester verkocht waren. Hé? Ja. Dan zal er wel een of andere hoge pief komen wonen, denk ik. Nee, weet wat ik gehoord heb? Ja? Dat Johan en Elga Jansen die gekocht hebben. Die? Ja. En die wonen al zo mooi dan, ja, als je dat zo kijkt. Ja, hè? Ja, dat snapt ook niet. Hey, maar die willen natuurlijk langs een burgemeester wonen, hè? Daar zal het wel zijn. Ja, daar zal het wel zijn. Ja, ja. Maar wat doen die met al dat vee? Dat past toch nooit op dat klein stukje grond? Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat die voor zijn naam en dag in zorgen zijn. Weten die nou al geen raad bij al hun geld? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
nee. Ik ben toch blij dat we ons lijstje in de lab rond de koelpas. Godverdomme. Zou we die anders dan jullie komen wonen, denk ik? Nou, dat hoop ik niet. Oh, gosje dikke. Ik moet al die koeien en die kalven niet meer bij mijn huis hebben. En ezels. Ja. Hé, maar ik was ook nog in de avond geweest van het dorpshuis, hè? Ja, maar ik heb hier... Ik moet ook... Kijk, dat schilderij. Oh. Zie je dat hier? Dat lijkt er echt op, hè? Nee, dat is niet. Dan zal ik jou eens wat vertellen. Nou weet ik ook eens iets, hè? Weet jij nog iets? Ja. Ik was laatst naar de gemeente geweest, hè? Want ik moest pasfoto's laten maken van mijn rijbewijs. Had jij jouw rijbewijs? Ja, je snapt het niet, maar ik heb het wel. Ja. Oh, en? Ik heb dat dus. Dus ik ging foto's maken. Ja. Moest ik mijn sjaal afdoen. Hoezo? Ja, ze moesten mijn oren kunnen zien. Ja, maar dat is. Als jij foto's wil rijden, dan moet ze je oren kunnen zien. Ja, en toen dacht ik, ik geloof het niet, hè, dat ik die oren moet laten zien. Dus ik vroeg aan de vrouwke, moet er nou iedereen je oren laten zien? Natuurlijk. Mis. Want mis? Ja, hoeft niet iedereen. Ja. Want als je een boerka draagt, hè, dan maakt ze een uitzondering voor. En toen voelde ik me echt gecrimineerd. Gediscrimineerd bedoelde jij? Gediscrimineerd bedoelde jij? Oh. Tja. Ja, maar dat klopt toch niet, hè? Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Hey, maar ik wou het net zeggen al, ik ben naar een informatieavond geweest van het dorpshuis. Hoe ging dat over dan? Ja, dan willen ze eigenlijk wat meer volk binnen hebben. Het lukt allemaal een beetje terug, hè? En dan willen ze dus ook meer wat activiteiten en zo hebben, hè? Hey, maar nog eens iets, want anders vergeet ik dat te zeggen. Ik ben de hele tijd daar. Ja, nee, luister nou eens even naar mij. Toon en Brouwer, hè? Ja. Die is verbinder van het jaar geworden. Nou, dat vind ik een goeie. Ja? Ja. Toppie. Ja, dat verdient hij, hè? Ja. Hey, en ik zag in de krant, hè? Ja. Hans Middelaar. Waar is die? Erelid geworden. Waar is hij lid van geworden? Nee, erelid. Oh. Ja, die van bedrijf, volgens mij, van bedrijfshulpverlening. En wat was de bedoeling? Ja, dat is als een boer, zijn vrouw moet bevallen dan. Hé? Of hij is ziek. Moet hij dan helpen dan met die bevalling? Nee, hij doet dan zorgen. Hij doet dan zorgen dat er mensen dat bedrijf tijdelijk overnemen. Oh, ja, en dat doet hij zelfs ook nog zelf. Is toch fijn als die mensen een keer... Maar stond goed in de krant. Nou, vind ik wel goed, maar even schrok. Echt, die denk, als ik moet bevallen, gaat hij helpen. Nee. Nee, zo was het niet. Nee. Ja, ik weet... Maar wat vond jij dan eigenlijk van zo'n informatieavond zo? Ja, heb jij nog wat ideeën? Ik heb ideeën. Ja? Ja, want bijvoorbeeld gemengd gimmen. Ik zie het ook niet meer, hè? Ik zie jou al liggen langs Jan van de Meerakker. Is dat zo gek? Nou. Een huiskamer waar je de krant kunt lezen. Oh. En koffie drinken en roddelen. Roddelen? Ik weet niet hoe dat moet. Nee, ik weet niet meer hoe dat moet. Roddelen is toch praten, hè? Ja. En veel. En de breiklubje kan, breiklubje. Ja, maar dat is in de Beukenhaan hebben ze al een breiklubje. Ja, maar dat kan toch handig in dorpshuis dan? Nee, die doen dat bij mensen thuis. Ja, ik heb wel gezien, hè, dat ze een mooi pak voor die os gemaakt hadden, hè. Ja. En nou is Trenton, dan zit hij in de kou, hè. Ja. Heeft hij geen jas aan? Ja, maar ik zou hij in de was zitten? Nee, die denkt dat hij in de stomerij, bij de Spar hebben ze een nieuwe stomerij. En ik denk... Dat hij door is. Ja. Als het dan nog maar past. Huh? Ja, als het heet gestoomd wordt, dan moeten ze een nieuw osje maken. Ja, of de helft afkappen, hè? Hey, maar vind jij nou niet? Dat wil ik hier nou mee? Ja, eerst dadelijk opeten. Hey, maar vind jij niet dat wij een schoon prinsenpaar hebben? Ja. Vind je niet? Ja, echt wel. En hij, hè? Ja. Actief? Is hij actief? Hartstikke. Ja. Hey, hardlopen. Geen idee. Van muziek maken. Ja, dat ook nog. Ja. En luisteren. Ja, naar zijn vrouw. Ja, dat zou ik kennen, ja. Ja. Hey, maar wat doet hij voor de kost eigenlijk? Ja, volgens mij werkt hij bij, hoe heet dat nou, Nova die Kentron. Ja, daar is hij case manager. Is hij kaasmaker? Is hij kaasmaker? Nee. Nee. Die zit in de verslavingszorg en die houdt mensen van de verslaving af. Hé, hey, maar zou je mij ook kunnen helpen, want ik ben nog verslaafd. Ben jij verslaafd? Ja,
Echt hoor? Ik ben net naar de winkel geweest, heb ik gezegd, hè? Nou, dan ben ik benieuwd dat jij aan de slag bent. Ik dan? En een emmer check? Ja. En hoe lang duurde jij daarmee? Een week. Een week? Dat meen jij niet. En dan zal ik me niet over mijn armen verslaan. Nou, en dan zeggen ze altijd, de schoonheid zit van binnen, maar dat zal bij oud dan wel niet zijn, hè? Ik heb het van buiten. Ja, ja. De schoonheid zit van buiten. Goed. En van binnen trouwens ook. En een emmer check. Ja. Hey. Maar wat doet die vrouw eigenlijk voor werk? Die? Ja, die een eigen bedrijf ook. Heeft die ook een eigen bedrijf? Hey, Sarah Scholers. Ja? Ja, die is... hoe zit je dan? Ja, dat snap je denk ik niet zo, maar... Die is make-up artist en haarstyliste. Ach, zeg, dat snap ik wel. Zeg toch gewoon kapster en opmaakster, hè? Ja, ja maar dan moet je nee, maar dan moet je wel netjes zeggen, zeg. Godsamme. Ja, maar allemaal hoop ik toch, hè? Dat is een schoonkamer als ze zo'n hebben, niet? En met zo'n prinsenpaar moet dat vast en zeker ja, lukken. Ja, dat denk ik ook wel. Denk ik ook wel, ja. Ik ben nou zei ik toch net erachter. Daar zitten dan niet de Blue Notes? Waar, daarachter? Ja. Ja, dat? Ja, zie je? Ja, nou, hier zijn wij. Daar zijn wij van de week nog geweest om dat liedje te oefenen. Ja. Zouden die dan een keer voor ons kennen we dat? Ja, als die de keer zwaaien, dan weten we wanneer dat we moeten beginnen, hè? Dat is wel makkelijk. Volgens mij, Jan Kempkes zat op de zwaaien. Ja? Ja, daar had je al chance mee, hè? Toch? Zeg dat niet tegen die van ons. Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik ben geen vrouwer. Nee, dat doe ik niet. Mm-hmm. Maar ja, dat doen ze wel, hè? Ja? Zullen wij dan dat liedje ja, een keer zingen? Ja, maar moet wel iemand zwaaien, hè? Ja? Hebben wij dat liedje wel bij, eigenlijk? Ja. Oh, heb ik dat meegenomen? Ja, bij mij zit hij hier in het boek, hè? Ik heb dat helemaal niet bij. Ik heb dat helemaal niet bij. Echt, maar kijk maar bij mij. Ja, maar ik... Je bent dat weer vergeten natuurlijk, hè? Ja, ik heb het echt niet bij, vrouwke. Ja, dan kom bij mij. Nee, ik je zit wel altijd bij mij te katten, maar ik doe dat wel voor jou hier. Kom maar. Dat duurt veel te lang. Ja, zit nou eens niet te jagen, jij. Nou, vrouw, maar dan moeten we wel gaan staan, hè? Ja. Vind je niet? Ja, ik heb dat hier toch niet? Dan zie je het toch. Nou, kom. Nou, vrouw. Zaten jullie even in, jongens? Niet kniezen, niet zeuren, dat is hartstikke fout. Vergeet niet te leven als zwart en de oud. Want carnavallen bij ons in het Osserrijk. Wees hossen met springen en een beeld. Met onze prins en zijn gevolg barst het feest weer los. Sterkse op zijn kop, ja dat houdt nooit meer op. Ieder jaar met carnaval gaan wij uit ons dak. Het kan ons niks meer schelen. Met gemak, die kniezen, die zeuren, dat is hartstikke fout. Vergeet niet te letten, want straks ben je oud. Want carnaval bij ons in het Osserrijk. Wij stonden hier vanavond weer in de Valentijn. Wij wachten nu wat humor en een beetje gein. Hopelijk hebt u ervan genoten, wij gaven nu vertier. Nu gaan we carnavallen, ja, met veel. Niet te leven.
haal die banaan zo maar. Pak die niet door. Ja, we hebben echt alles gehad vandaag, dames. Maar ja. Één ding, doorschepers. Ja. Als er dingen bij jou gaan zakken, dan kunnen de carnaval niet voor verantwoordelijk stijgen. Ja, dat vind ik wel. Je bent ondertussen 54 en dan zakken er wel eens dingen. Ja. Ja, maar geen microfoon. Dat is een ander verhaal. Maar je hebt straks gehoord, corrigerend ondergoed, dat kunnen... Ja, zeg maar, tot hier nee, in de heupen zijn. Nee, goed, hè. Die nek is nog niet. Ik durf mijn nek dus laten zien, hoor. Jij durft alles laten zien. Ja, nou, alles. Jawel. Nee. Pietje, laatst nog, je bent de moeite werd. Echt, hoor? Ja, een Pietje, daar. Piet. Kan ook een goed veegpiet geweest zijn, iemand zie je tegen mij. Ik geloof de mensen tegenwoordig, hè. Ja? Echt ja, wel. Ja, ja, ja. Alles wijs maken. Ja, maar of het Marijn nog blijft geloven, dat weet ik niet, want... Wie? Marijn. Is dat Marijn? Ja, dat is mijn maatje hoor. Ja, geef ze een geweldig applaus, dames en heren. Tisma, Doris Kepers en Marijn Korman. Jullie maken het er zelf, hè. Geef ze een geweldig applaus, dames en heren. Ben je nou niet meer nerveus? Wat zeg je? Ben je nou niet meer nerveus? Helemaal niet, nee. Oh, weer niet? Nee, ik vind het gewoon heel leuk. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, vind je? Is hier ook licht? Nee, dat gaat niet aan. Horen ze jou nou in de zaal ook? Denk zo. Zo, nou, het is een leuk interview. Ik zit in donker, ik zie niks. Nee. Maar ik hoor je wel dadelijk. Oké. Nou, het zit er weer op, morgenavond. Ja. Oh, ik moet het stekketje eruit halen, dan hoor ik je wel. Net als die andere keer. Oh. Maar ik vind het wel grappig. Was grappig? Oké. Okay. Ja. Oh. Dus we hebben het goed gedaan. Ja, het is top.